Hoeveel goals en assisten tegen Molenbeek? Niet direct, ik zal het niet echt weten. Ik weet wel dat ik al een paar keer heb gescoord tegen Molenbeek. Als ik er echt een getal op ga moeten zetten, misschien rond de 4 doelpunten of zo. Een assist, dat ga ik niet meer weten. Nee. Ik ben blij dat ik hier ben. Natuurlijk, ik ben begonnen bij Kortrijk. Ook, het is een beetje anders verlopen. Ik was een beetje op zoek naar speelminuten en RWDM was gekomen en ik was meteen overtuigd. De club, de ambities, de supporters. Dus ik ben blij dat ik hier ben. Ja. Lievelingsplaats? Niet direct. Ik ben wel vaak, ik kom hier wel vaak, dat is natuurlijk de hoofdstad. Ik heb ook wat vrienden. Ik heb ook vrienden die hier werken. Maar nu dat ik hier dagelijks ga komen, ga ik het meer ontdekken. Ze noemen dat zo'n een tweetje, zeg maar, een links-rechtje. Of in eerste gebruik dat ook wel vaak, een La Croqueta heet dat. Dat gebruik ik wel vaak, ook heel efficiënt. Ik wil liever een doelpunt maken, maar ik denk de meesten die mij ook kennen, ik geef ook wel graag een assist. Maar ik denk ook wel dat een doelpunt maken toch wel iets speciaal is voor een aanvaller. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik bij deze club ben. Van mij mogen jullie absoluut 100% verwachten wat ik altijd presteer. En ik hoop dat wij een goed seizoen tegemoet gaan. Ja, ik ben fit. Het is een paar weken geleden dat ik misschien volledig 90 minuten heb gespeeld. Maar ik heb wekelijks mijn kilometers gedaan en absoluut de trainer kan op mij rekenen. Ja. Uiteraard.